Dat is knap. Zij voert hier het hoge woord. Bankzitster Helene Jaak. Om maar te zeggen dat ze allemaal meedoen. Wulaert. Kan ook zo goed als altijd. Van Kerkhoven. Laat hem voor Kaiman. Het is 1-0. De fake is net zo belangrijk als het doelpunt. Dus een bal in pak. En een kopbal van de Kenji. Precies in de hoek. En 2-0. Wulaert. Kaiman. Hier bal tussendoor. Janice Kaiman die gaat erin. Dankjewel Doris Bacic. Die zich helemaal misrekent. Van Mechelen hakje voor Filtjens. Voorzet ineens is de beste keuze. Van Kerkhoven mist. Kaiman tegen de lat. Kaiman scoort. Derde goal van Janice Kaiman. Van L'Olympique Lyon. En van vooral vanavond enkel en alleen de Red Flames. Van Kerkhoven. Wacht, hoeft het niet eens aan te komen. De bal gaat er gewoon in. Niet op de manier waarop ze hem had willen maken. Zeker niet wat ze bedoelde. Tessa Wulaert houdt die bal centraal. En nog een weggevertje. De Kenji legt hem klaar voor Wulaert. Dit moet hem zijn. Doelpunt voor Davinia van Mechelen. En dansende fans die dankbaar zijn voor wat ze te zien krijgen. Oeh, Evraar anticipeerde wel goed. Maar Biesmans liet haar man los. Nog eens Landeka. Bal bijna in het doel weggebokst door Evraar. En einde van de wedstrijd. Overduidelijke overwinning voor de Red Flames.